Hallo, wij zijn Sianne Tunneman en Sanne van Vorselen. Wij zijn tijdelijke reporters en verslaggevers bij de NIMA TV. Vandaag praten we over de kinderboerderij. Afgelopen week zijn we bij de kinderboerderij geweest in Gennep. De kinderboerderij is schoongemaakt voor het nieuwe seizoen. Iedereen is welkom, groot en klein. De kinderboerderij is er klaar voor. Het lenteweer komt eraan en er zullen allemaal nieuwe dieren worden geboren worden. Zoals bijvoorbeeld deze kleine lammetjes. Toen wij er waren, was de paashaas er ook, met allemaal eitjes. De paashaas is nu weg. Maar heeft hij nog eitjes achtergelaten? Als ik u was, zou ik gaan kijken. Neem een bezoekje aan de kippen, eenden en de kalkoen. Die hebben vast nog wel een paar. Nu krijgen jullie een paar dieren te zien die in de kinderboerderij te zien zijn. Zijn bodem zat te bang. En mensen krijgen een stukje vaker stand voor dan. Ook heeft de kinderboerderij allemaal leuke activiteiten op de agenda staan. Zoals bijvoorbeeld 20 april. Op die dag kun je samen alle dieren voeren en verzorgen. Op 1 mei kun je alle pasgeboren dieren komen bekijken en leren wat en hoe ze te eten krijgen. Op moederdag kun je gezellig met je moeder naar de kinderboerderij komen en er een leuke dag van maken. Vind je het leuk om met de dieren te werken en wil je kinderboerderij te hulp staan? De kinderboerderij zoekt vrijwilligers. Meld je aan en surf voor meer informatie naar de site www.kinderboerderijgennep.nl. Als je de beestjes wilt komen bekijken, kun je komen op woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 5 uur 's middags. De kinderboerderij is te vinden op de Sneeuwheide in Gennep, gelegen aan de Stiemensweg te Gennep. Tot ziens en we zien u graag terug op de kinderboerderij.